Niet corrupt in de zin die we hier iedere keer zeggen, maar onze integriteitsregels zijn heel vaag. En nou, we hadden net het voorbeeld van Cora van Nieuwenhuizen. Ja, dan ondertekenen alle ministers, voordat ze een minister of staatssecretaris worden, ondertekenen een brief dat terwijl ze minister of staatssecretaris zijn, ze niet gaan solliciteren naar een andere functie. Zij gaat naar Rutte toe en zegt, ik heb gesolliciteerd en ik aanvaard die baan. En dat was dan ook nog een baan dat ze ging werken voor de energielobby, inclusief Gazprom, om even een beeld te geven. En er moesten nog honderden miljoenen subsidies verdeeld worden die zomer. Ja. Maar even voor de goede, Nederland is niet corrupt, wat is Nederland dan wel? Sommige mensen zien het in de vorm van netwerkcorruptie. We hebben hele onduidelijke regelgeving. Dus we hebben niet, zoals een aantal andere landen waar machtshebbers honderden miljoen op de bank hebben staan. Hè, dus dat niet. Maar we hebben wel dat bepaalde mensen andere ingangen hebben dan anderen. En daar wordt misbruik van gemaakt dus? Nou ja, je zag het bij de dividendbelasting. We hebben het bij de COCO gezien. Daar hebben de banken zelf aan de wet meegeschreven en kregen ze 350 miljoen belastingvoordeel. En aan de Kamer werd meegedeeld van ja, in deze wet doen we alleen maar technische wijzigingen. Ze kosten helemaal niks. En twee jaar later had NRC met fact-changes gevonden dat het allemaal door de banken gedaan was. En dan hadden we dus niet de procedures gevolgd. En dan vindt er dus geen publiek debat plaats of het nou wel verstandig is om die banken een belastingkorting van 350 miljoen te geven. Dus dan is het eigenlijk ook onduidelijk waar de macht nou precies ligt.